Welkom dames en heren, er staat vandaag een interland op het programma en we wensen u heel veel plezier bij de wedstrijd. Er is een tijd geweest dat Spanje internationaal helemaal niet in de prijzen viel. Op een of andere manier wilden het maar steeds net niet lukken op belangrijke toernooien. Dat klopt. Daar hebben ze de hele tijd mee geworsteld. En opeens versloegen ze de ene naar de andere tegenstander. En hier zien we de opstelling waarmee ze vandaag beginnen. Ze verschijnen aan de aftrap in een traditionele 3-5-2 formatie. De ploeg gaat in deze opstelling van start. Ze verschijnen vandaag in een klassieke 4-4-2 opstelling aan de start, waarbij de twee spitsen voor de doelpunten zullen moeten zorgen. Beide teams beschikken over hun eigen ster. Thomas Müller bindt de strijd aan met Diego Costa. Wat belooft dat voor dit duel, Juri? Nou, Thomas Müller is een belangrijke spil in de aanval van zijn ploeg. Het samenspel met zijn ploeggenoten, de snelle 1-2'tjes. Ja, verdedigers weten vaak niet waar ze het zoeken moeten. En wat Diego Costa betreft, hij is in een hoop opzichten een ouderwetse aanvaller. Groot en sterk en niet bang om zijn duels aan te gaan. Ja, wie zal er het meest in slagen om zijn stempel op de wedstrijd te drukken? We zullen het zien. Kroos. Müller. Staat in de buitenspelval. Isco. De bal gaat naar de keeper. Juan Fran. De bal loopt over de achterlijn, hoekschop dus. Balbezit. Santi Cazorla. En dat is de zoveelste corner. Is een hoekschop. Gaat hij voor eigen kans of speelt hij de bal af? En nu voorgeven die bal. Hij gooit de bal voor het doel. Eens kijken of er iemand tegenaan loopt.
Isco. Dit wordt spannend. Een pikkelhard schot, maar de doelman was alert. Ze mogen een hoekschop nemen. Hij herovert de bal met zijn tackle. Mata. Isco. Santi Cazorla. Mark Bartra. Juan Fran. Gomez. Gaat hij voor eigen succes of speelt hij af? Een schot. Ze mogen een hoekschop nemen. De bal gaat terug naar de doelman. Het publiek begint te fluiten. Podolski. De keeper krijgt het benauwd in zijn penaltygebied en zet het op een lopen. De scheidsrechter geeft een doeltrap aan. Hier zien we de herhaling, Juri. Een goede keeper is zo belangrijk voor een team even. Dat zie je hier ook. Mooie redding. Isco. Hij is er door. Negredo. Die bal gaat achter, dat wordt een corner. Wat gaat hij doen? Prima ingegrepen. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Nou, dat was te voorbarig. De aanval is alweer afgeslagen met de tegenstanders nu in balbezit. Mark Bartra. Gutsen. Goed. Laat zich verleiden tot buitenspel. Mark Bartra. Azpilicueta. En die actie resulteert in een inworp voor Spanje. Santi Cazorla. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Wie van de Spanjaarden kan er goed in gooien? Schweinsteiger. Isco.
Mata. Schmelzer. Schweinsteiger. Ja, prima paas. Schiet! Bal over de achterlijn, hoekschop dus. Krijgt zijn vuist er nog tussen. Hij gaat, dat was gruwelijk mooi. Over de achterlijn, dat wordt een hoekschop. Die bal kon hij niet vangen en besluit hem dus weg te boksen. Terugspeelbal op de keeper. En die actie wordt beloond met balbezit. Diego Costa. Mata. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeert niet zomaar. Kroos. Raúl Albiol. Isco. Diego Costa. Ja, hij was te vroeg weg. Vlag omhoog voor buitenspel. Hummels. Isco. Mata. Negredo. Podolski. Gomez. Voorzet geeft kans. Ja, en nu? Gered, maar de bal komt terug. Kijken wat ze met die corner kunnen. Kans op een counter. Waar komt die bal terecht? Schmelzer. Diego Costa. Dat was een opmerkelijk incident, zullen we maar zeggen. Kan tot een kaart leiden. Daar krijgt hij geel voor.
Morata. Santi Cazorla. Kijk eens. Een schot van afstand, maar geen enkel probleem voor de keeper. Nee, deze keer niet. Nee, hij heeft een goed afstandsschot. Misschien moet hij het nog een keer proberen. Hummels. Duitsland mag het gaan proberen met een vrije schop. Wat een vaart. Ja, uitstekende redding van de doelman op dat harde schot. Die bal gaat uit en we krijgen een hoekschop. We zien hier de hoekschoppen van beide ploegen. De bal wordt naar voren gewerkt. De eerste helft is gespeeld, 0-0. Maar eens kijken wat de tweede helft te bieden heeft. Zo, de eerste helft zit erop. Wat vind je te doen van Thomas Müller? Ja, nou, het kan echt beter, Evert. Ik vind dat hij niet zo heel best gespeeld heeft vandaag. Hij straalde wat onmacht uit. En hij moet gewoon meer zijn best doen om deze verdediging te passeren. En zijn ploeg aan een resultaat te helpen. Wat zijn de plannen van Duitsland voor deze tweede helft? We zullen het zien, want ze trappen net af. Raúl Albiol. Scheidsrechter. Nou, de vrije trappenspecialist mag aantreden. Ze vechten om de bal. Diego Costa. Blijf kijken. Een corner. En wie gaat hem nemen? De afmaker. Met de vuisten weg ermee, zo denkt de keeper. Welke Spanjaard zou die inworp in de 16 leggen? Mata. Negredo. Hoe speelt hij? Mata! Ze mogen een hoekschop nemen. Je gaat wisselen. De keeper neemt het zeker voor het onzekere en knokt de bal weg. Geweldige redding en het blijft gelijk hierdoor. Thank you.
Gutsen. Bal kwijt, tegenpartij is nu aan zet. Fisco. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Voor het doel. Morata. De scheidsrechter fluit voor buitenspel. Zal het niet leuk vinden, maar de grensrechter heeft zijn ogen blijkbaar niet in zijn zak zitten. Hij stond inderdaad buitenspel toen de bal werd gespeeld. Juan Fran. Isco. Hij staat gewoon verkeerd te dekken en is zijn man zomaar kwijt. Hier wordt goed gepaast hoor. Isco. Stop de eerste. Spanje mag gevaarlijk dicht bij de goal gaan ingooien. Mata. Nu komt het. Dat had gevaarlijk kunnen worden. Diego Costa. En Spanje pikt een doelpuntje mee. Mooi doelpunt, Jury, maar toch een beetje een verrassing, want deze doelman speelt een uitstekende wedstrijd. En ik had echt niet gedacht dat die bal erin zou gaan. Nee, misschien toch even zijn concentratie kwijt. Maar ik hoop dat het verder geen gevolg heeft voor zijn zelfvertrouwen. Laten we die goal nog maar eens bekijken. In de tweede helft zijn we net getuige geweest van het eerste doelpunt van de wedstrijd. Gutsen. Hij gaat ervoor. Ze zijn weer helemaal terug in de wedstrijd. Uiterst beheerst afgemaakt hoor. Ja, je verwacht ook niet anders bij hem. Maar goed, ik zeg het je, het ziet er een stuk makkelijker uit dan dat het is. De goal vanuit een andere hoek. Diego Costa. Juan Fran. Hallo, verdediging. De voorzet eindigt in de handen van de keeper. Sterk gekiept. Deze twee elftallen doen niet voor elkaar onder. Gomez. Hij fluit voor buitenspel. Spanje gaat veranderingen in de ploeg aanbrengen. Kroos.
En hier een duidelijke afspiegeling van het spelbeeld. De ploegen zijn ongeveer evenveel in balbezit geweest. Ja, ze ontlopen elkaar nauwelijks. Probleemloos rondgespeeld. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeer niet zomaar. Ja, en nu? Daar dachten ze even op voorsprong te komen, maar het blijft gelijk gelopen. De trainer wil er een nieuwe speler in brengen. Mata. Goed verdedigd. Hij dwingt hem naar de zijkant en mag zo ingooien. Podolski. Gutsen. Hij neemt hem. Bal voor de keeper. Tikt hem door met het hoofd. Oh! Ze hebben met dit doelpunt nu wel een voorsprong doen. Ja, nou, dit is wel belangrijk voor de wedstrijd ook, want het zal een stuk leuker worden hierdoor. En de invaller scoort. Hij is er net in en maakt nu al het verschil. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Deze ploeg staat voor en gaat wisselen. Met een frisse speler erbij kunnen ze de voorsprong natuurlijk makkelijker vasthouden. Morata. Mata. Juanfran. Marc Bartra. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Hij schiet. De doelman is goed bij de les en kan de bal makkelijk pakken. Geen probleem voor de keeper.
Kroos. Juan Fran. En we hebben hier nog maar 5 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Mark Bartra. De voorzet komt eraan. Ja, met zo'n voorzet maak je de achterhoede niet echt lastig, hoor. Gutsen. Over de lijn inworpen. Een poging van de coach om het overwicht te behouden. Vers bloed helpt daarbij om de voorsprong vast te houden. Gutsen. Zomaar het balbezit weggegeven. Het lijkt wel amateurvoetbal. Kroos. Podolski. Eens kijken of er iemand kan scoren uit die voorzet. Ja, en nu? Ai, 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 zou de keeper een brilletje nodig hebben? Die is voor de keeper. Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel. Kedira. De scheidsrechter fluit nog voor een overtreding. Scheidsrechter blaast op zijn fluit. De wedstrijd eindigt in 2-1. Deze vriendschappelijke wedstrijd had niet beter kunnen verlopen. De spelwijze pakte goed uit en de spelers deden wat ze moesten doen, winnen. Optimaal resultaat dus voor de trainers. Wat vond je vandaag van Müller? Ja, geweldig. Zijn doelpunt was natuurlijk ook erg belangrijk voor de overwinning vandaag.